Ik maak vandaag wokstampot met spitskool en met ananas. En ik kook voor 4 personen. Ik heb de boodschappen vast in huis. En dat zijn vandaag kruimige aardappelen, een rode ui. Ik heb voorgesneden spitskool. Ik heb wat nasi bami vlees. Een blikje ananasstukjes en wat roending. Deze boodschappen kun je terugvinden op de site of op de app voor vandaag. Maar ook voor de rest van de week als je wil meekoken. En heb je nou geen televisie in je keuken? Zet dan gewoon je telefoon of je tablet erbij. Dan kunnen we het helemaal samen gaan doen. Kunnen we echt van A tot Z samen koken. Gaan we ook samen aan tafel. En nu is het tijd om te gaan koken. Dus ik pak even de aardappelen erbij. En dan gaan we aardappelen koken. Nou heb ik hier alvast een pan met water opgezet. Ik hoop jij thuis ook. Zo niet, doe het dan even snel. En mocht je nou nog niet zo ver zijn als ik, een van de dingen die je kunt doen is even het water koken in de waterkoker. Doe ik thuis namelijk ook echt heel vaak. Vul hem gewoon maximaal. Dan heb je echt binnen 1,5 minuut kokend water. En dan gooi je het in die pan. Dan ben je namelijk zo meteen net zo snel als ik. Ik heb hier kruimige aardappels. En nou ja, normaal gesproken ga je voor stampot natuurlijk aardappels schillen. Dat is altijd een klein werkje. Gelukkig duurt dit gerecht niet zo lang. Maar ik wil toch nog een keer laten zien hoe je ook op een hele snelle, makkelijke manier, die ook nog wel grappig is, aardappels eigenlijk kookt in de schil en dan vervolgens heel makkelijk de schil eraf trekt. Wat je moet doen, je pakt de aardappels en je neemt een klein scherp aardappelschilmesje. En met dat aardappelschilmesje ga je eigenlijk op de helft van de aardappel zitten. En dan snij je hem in. Maar echt alleen het stukje van de schil. Dus niet helemaal doorsnijden. Het gaat erom dat je een mooi rond ringetje maakt. Om die aardappel heen. Dan zal ik je straks laten zien waarom. Maar echt, het is heel makkelijk, heel snel. En ook nog wel eens een keer grappig om te zien. Nou, en doe dat dan eventjes met alle aardappels. Wat je wel ziet, je moet wel eventjes zorgen dat je natuurlijk rondom komt. Hè? Dus weer bij het oude inkepentje terechtkomt. En dat is misschien een beetje lastig zien, omdat die aardappel natuurlijk vrij licht van kleur is. Maar als je even je goed concentreert, dan kom je er vanzelf wel. En ik gebruik vandaag natuurlijk wel echt kruimige aardappels. Want we gaan stampot maken in de wok nog wel. En met vastkokende aardappels stampot maken, dat is altijd een beetje lastig. Want dan kun je ze natuurlijk niet stampen. Dus neem kruimige aardappels. En als je dit lekker langzaam doet, dan kookt je water misschien ondertussen ook al. Goed, ik hoop dat jij thuis ook klaar bent. Zometeen zie je de rest van mijn tip. Maar nu, het water kookt bijna. Dus wat ik ga doen is een klein beetje zout toevoegen. En daar ben ik altijd vrij ruim in. Want aardappels koken in de schil, dan trekt er eigenlijk niet zo heel veel vocht in die aardappel. Dus je hoeft niet bang te zijn dat je straks hele zoute aardappels hebt. Maar je hebt wel een aardappel die lekker op smaak is. Dus gewoon eventjes, vooral als je zo'n grote pan gebruikt zoals ik, best wel wat zout erin. Dan zal je zien, dan is die stampot straks nog lekkerder. En wat je ook kunt doen, is natuurlijk aan het einde gewoon geen zout meer toevoegen. Hè, als het al voldoende is. Dus blijf gewoon proeven wat je doet. Maar voor nu is dit voldoende zout. De aardappels,
Die gooi ik vast in het water. En pas even op als het water al kookt dat je je handen natuurlijk niet brandt. Want dat spettert natuurlijk nog wel eens een beetje omhoog. Dan zal je misschien denken, je moet toch altijd aardappels opzetten in koud water. Maar je kunt ze ook gewoon in kokend water opzetten. Dat gaat echt prima. Deksel doe ik wel weer even op de pan, zodat het snel aan de kook gebracht wordt. En ik denk dat ze zo'n minuutje of 20 nodig hebben. Ze zijn namelijk niet heel erg groot. Maar check natuurlijk ook wel even bij jou thuis. Hè? Misschien heb jij wel hele grote aardappels. Dan moet je ze straks wel eventjes iets langer koken. Deze staan lekker te koken. Dus ik ga nu verder met de groenten. Want ik had beloofd dat we spitskoolstampot gingen maken. Nou heb ik hier een zak met voorgesneden spitskool. Maar ik ga geen voorgesneden spitskool gebruiken. Ik doe namelijk de verse spitskool, want ik heb gewoon de tijd. Maar dit scheelt natuurlijk een heleboel werk. En ik vond het namelijk ook zo leuk om te laten zien hoe deze eruit ziet. Het is natuurlijk gewoon een hele mooie groente om te zien. En een groente die ook nog eens heel erg lang goed blijft. Dus mocht je nou maar met z'n tweeën eten, dus niet met z'n vieren zoals wij doen, dan halveer je hem gewoon, dan pak je hem in wat aluminiumfolie, in de groentelade en dan kun je hem eigenlijk nog een hele tijd gebruiken. Zelfs ook door de salade, hè? Gewoon in ragfijne kleine dunne reepjes. Je kunt hem namelijk gewoon rauw eten. Dus gooi hem niet weg, gebruik de helft en de andere helft doe je gewoon lekker de volgende dag. Voor de spitskool heb je wel even een mooi groot mes nodig. Ik pak eventjes echt de grootste die ik heb. Ook trouwens iets anders voor thuis. Zorg even dat je gewoon twee goede messen hebt. Het is helemaal niet erg, is niet nodig om zo'n heel messenblok te hebben met 28.000 van die messen. Maar een mooi groot koksmes en een mooi klein koksmes. Dan heb je alles wat je nodig hebt. En dan kun je eigenlijk alle gerechten maken die je wilt. Met het grote mes snij ik de spitskool door de helft. Ik halveer hem. Dan moet je wel eventjes een klein beetje kracht zetten. Kijk, en dan zie je hoe die eruit ziet. Het zijn allemaal kleine mooie laagjes. En het fijne van die gesloten groenten is dat er eigenlijk nooit zand aan de binnenkant komt. Dus als je hem hebt afgespoeld onder de kraan in zijn geheel is het eigenlijk al voldoende. Aan de binnenkant is hij echt nog schoon. Het is niet hetzelfde als met sla of zo, waar het zand natuurlijk nog in zit. Ik haal daarom ook wel even de buitenste bladeren ervan af. Wat je vaak ziet, die spitskolen die worden vervoerd in kratten. En dan gaan ze natuurlijk een beetje butsen. En die butsen die zitten natuurlijk vaak aan de buitenkant. Dus trek dat er gewoon af en dan heb je weer een hele mooie, prachtige, verse spitskool. Hier in die spitskool zit een harde kern. Dat is de steel eigenlijk, de steelaanzet. En als je met een scherp mesje eruit snijdt, dan heb je straks lekkere, fluffy groenten. Want die harde stukken in je mond, dat is niet lekker. Dan doe ik gewoon met een scherp mesje de harde kern eruit snijden. Kijk, en dan hou je echt zo'n mooi stukje spitskool over. En dat doe ik ook bij de tweede. Ik pak er wel even alvast een grote kom bij waar ik zo meteen de spitskool in kan doen. Dus doe dat thuis ook. En dan met dat mooie, grote, scherpe mes ga je van hele mooie, dunne, ragfijne reepjes snijden. Terwijl jij thuis de spitskool aan het snijden bent en ik ook nog steeds bezig ben, want ik ben ook niet zo'n hele snelle snijder. Kijk even mee naar het filmpje over boer Michael, want die man die kweekt dus super veel spitskolen per jaar. En hij wil nu even vertellen hoe dat allemaal werkt. Nou, per jaar ongeveer 3,5 miljoen stuks die handmatig geoogst worden en dan hier binnen verwerkt worden. De buitenbladen worden van de kool verwijderd en dan uiteindelijk de geschoonde kool die gaat naar de consument toe.
We beginnen afhankelijk van het weer. Dus een beetje half maart met pandjes zetten. Dan gaat er een vliesdoek overheen om het te beschermen tegen wildschade en vorsten. En dan na een week of 9 worden ze oogstklaar en dan worden ze gesneden en dan gaan ze naar de consumenten. Dus in slechts 9 weken groeit een plantje uit tot een kool van ongeveer 1 kilo. Vandaar de uitdrukking, het groeit als kool. De zomer is bij ons de drukste tijd. Er zijn er 6 mensen met de oogst bezig elke dag. En zo'n beetje 8 mensen in de hal met de verwerking om het product klaar te maken. In de winter is voor ons een rustigere periode. Kool staat in zijn algemeenheid natuurlijk bekend als kookgroente. Spitskool is een hele goede variant om rauw te eten. En dat heeft bij ons eigenlijk de voorkeur om hem niet te koken, maar als rauwkost te verwerken. Fijn snijden, een beetje crème fraîche erbij, wat curry. Soms dat variëren met andere kruiden. En dan heb je een heerlijke rauwkoolslaan. Dat klinkt lekker zeg, boer Michael. Nou, ik ben nog steeds bezig met de spitskool. Ben benieuwd hoe het bij jou thuis gaat. Of jij hem al gesneden hebt. En misschien had je wel voorgesneden spitskool. Hè? Dan heb je net lekker helemaal op je gemak naar het filmpje kunnen kijken. Nou, deze is gesneden. En zo zie je maar weer. Het ziet er natuurlijk toch altijd wel heel lekker uit, hè? Van die vers gesneden spitskool. En zo makkelijk is het. De aardappels staan op. Nu moet ik een uitje gaan snipperen. En dat is een rode ui. Nou, de ui die ga ik even snijden en snipperen. En misschien even leuk om een klein lesje snijden ui te doen. Ik snij het kontje ervan af, tenminste het topje. Niet het stukje waar die sliertjes aan zitten, maar de bovenkant. En dan ga ik met een scherp mesje, haal ik voorzichtig de schil eraf. En dan probeer ik zoveel mogelijk wel de buitenste schil te pakken. En dan moet je even gewoon een beetje pielen. Gewoon met je nagels. Totdat de schil er helemaal af is. Maar zoals je ziet, kijk, ik laat dit er dus aan zitten. Dus haal dat er thuis nog niet af. En dan ga ik je zo meteen vertellen waarom. Goed, de schillen, die kunnen wel allemaal weg, want daar kun je echt helemaal niks meer mee. En waarom heb ik nou dat stukje aan de achterkant laten zitten? Kijk, zoals je ziet bestaat een ui uit allemaal laagjes, uit allemaal segmenten. En doordat ik dit erop laat zitten, valt het zo meteen, als ik ga snijden, niet helemaal uit elkaar. Misschien ken je het wel, hè? Dan sta je je ui te snijden en dan, daar gaat hij. Als je dit eraan laat zitten, dan heb je dat probleem dus niet. Ik halveer hem netjes door dat aanzetje heen. Door het steeltje eigenlijk. En wat ik dan doe, is met het scherpe mes verticaal insnijden. En dan nog een keer met hetzelfde mes weer horizontaal insnijden. En het is even oefenen. Je moet het gewoon doen, want uiteindelijk gebruik je bijna elke dag wel een ui. Maar als je dit een tijdje zo doet, dan wil je echt nooit anders meer. Geloof het maar. Dan moet je kijken wat een prachtige, perfecte kleine uisnippertjes het zijn. Zo hoef je het nooit meer voorgesneden te kopen. Zien ze er mooi uit. En kan je het zelfs door de salades, door de guacamole, waar je de ui ook doorheen snijdt, zo netjes doen dat het er gewoon ook nog mooi uitziet. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de andere helft. Dus eerst verticaal. En vervolgens horizontaal. En dan niet helemaal doorsnijden. Gewoon een deel insnijden. En door die segmenten krijg je de mooie kleine snippertjes. En mocht je nou toch nog een beetje een soort grof gesneden snippertjes hebben, wat je altijd kan doen, is even het mes pakken en nog even zo als een soort hefboom door de uien heen halen. Nou, dan zijn ze echt keurig hoor. Dan kan je er niks meer op aanmerken. Deze laat ik even liggen, want die gaan we zo meteen weer gebruiken. Handig hè? Dan het bakken van het nasi bami vlees.
Ik pak eventjes alvast een mooie grote wok. En die zet ik vast eventjes op het fornuis, op het vuur. En happatee, het vuur vast lekker omhoog. Zodat die pan alvast heel goed voorverwarmt, want dat wil je met wokken natuurlijk altijd hebben. Pak ik vast het nasi bami vlees erbij. En dat is natuurlijk varkensvlees. En dat is lekker al in blokjes gesneden, lekker makkelijk. In de wok gaat ongeveer 2 eetlepels olie. Gebruik wel een neutrale olie, dat is altijd wel het prettigste om te doen. Want je gaat hem vrij hoog verhitten, dus olijfolie moet je niet doen. Tenminste, niet die extra vierge. Want dat kan die hele erge hitte niet hebben. Maar wil je nou echt weten of die olie echt goed heet is, pak gewoon een van die uisnippertjes en gooi die in de olie. En zodra die echt gaat sissen, nou dat doet hij nu, dan weet je dat de olie echt heet is. Gaat het vlees erbij. En dan ga ik dit op hoog vuur even lekker bruin bakken. En wat veel mensen niet weten is dat varkensvlees hoeft echt niet helemaal door en door gebakken te worden. Daar wordt het namelijk heel, heel droog en taai van. Dus laat het gewoon nog heel licht rozen aan de binnenkant, dan is het echt goed. Als hij maar goed door en door verhit is, dan hoef je je echt geen zorgen te maken. Wat ik zelf altijd doe, is het vlees ook echt niet te veel bewegen. Vooral niet in het begin. Laat het gewoon liggen. Ga niet meteen met die spatel er doorheen. Want dan krijg je niet dat gekarameliseerde bruine korstje wat je wil hebben. Gewoon even laten gaan. Even geduld hebben is het. Maar het is ook wel relaxed. Dan heb je ook even lekker niks te doen. En pas na een paar minuutjes begin je met het omscheppen. Roer even met me mee, doe het thuis ook nu. Ik denk dat je nu al wel kijkt, zie je? Ik denk bij jou thuis hetzelfde. En nu krijg je dat lekkere bruine laagje. En dat is wat je wil, want ja, uiteindelijk geeft dat de smaak. En het ziet er gewoon smakelijker uit, toch? Dan zo'n grijs blokje vlees op je bord. Nou, het is een beetje een spetterballet, maar dat komt natuurlijk doordat er vocht in vlees zit. En zodra dat vocht in contact komt met die hete olie, dan gaat het spetteren. Maar ja, dat is gewoon straks even poetsen. Of je partner vragen of je even de keuken voor je gaat poetsen. Laat ik het nog even doorbakken, maar ik voeg nu pas de ui toe. En doe het niet andersom. Ga niet eerst de ui doen en dan het vlees, want dan verbrandt die ui helemaal. Dus die ui die gaat er nu bij. En dan kan die lekker nog een beetje mee spruiten als het ware. En behoudt die ook nog wel een beetje zijn smaak. Kijk, en nu gaat het lekker ruiken hier. Ben jullie ook? Ik heb zelf thuis 2 kinderen. Eentje is echt nog wel heel klein hoor. Die is pas 17 maanden. Maar de oudste, die is 9,5. En die is natuurlijk op woensdagmiddag altijd vrij. En dat is echt zo'n middag dat er bij ons altijd allemaal vriendinnetjes mee naar huis komen. Want dat is natuurlijk gewoon gezellig. Lekker spelen met z'n allen. En zelf vind ik het altijd heel prettig als mijn dochter ergens speelt, dat ze dan gegeten heeft voordat ze thuis komt. Want het is vaak een hele drukke dag met heel veel activiteiten. En daarom probeer ik dat zelf ook te doen als ze bij ons komen spelen. En dit is nou zo'n typisch gerecht dat perfect is voor zo'n dag. Ten eerste, als je nooit van tevoren weet hoeveel mensen er komen eten, even een extra aardappeltje erbij, een beetje extra spitskool en dan ben je er al. Dan kun je alweer een portie extra maken. En ten tweede, kids vinden dit allemaal lekker. Want er zit natuurlijk een beetje een soort zoete smaak aan. Dit laat ik nog eventjes zo doorgaan. Ik gooi wel alvast wat spitskool erbij, want die moet ook nog even een paar minuutjes garen.
En wat je thuis ook even nu moet doen, is het ananas alvast even laten uitlekken. Ik heb hier ananas uit blik, dus pak dat ook eventjes. En neem er ook even een zeefje bij. Want dat vocht dat wil ik wel bewaren. Dat ga ik namelijk straks nog door de stamppot heen stampen. Dat is natuurlijk gewoon lekker ananassap. Dus gooi het niet weg, maar bewaar het. Ik denk dat onze aardappels klaar zijn. Ik denk bij jou ook. Check even hè, met de vork of ze gaar zijn. Deze pan is heet. Dus die deksel haal ik er even zo af. Even prikken met een vorkje. Kijk, die zijn gaar. Ik denk bij jou thuis ook. Wat nu even belangrijk is, is dat je het kookvocht bewaart. En die pan bewaar ik ook nog even, want daar ga ik straks natuurlijk in stampen. Dan moet je nog even één ding doen, is een kom met heel koud water pakken. Of een pan, kan ook. En echt even het koudste wat je in de kraan hebt. Hou ondertussen wel je spitsbos in de gaten, hè, dat hij niet aanbrandt. Een beetje kleur is wel lekker, maar roer er anders dus noods nog even een keertje doorheen. En je ziet, hè, het aan het slinken. En dan gaan de aardappels eventjes in het koude water. Misschien heb je wel eens een tomaat ooit ontveld. En daarom, dat is dezelfde reden. Doordat je hem gaat afkoelen in koud water, gaat zo meteen de schil er heel erg makkelijk vanaf. Die spitskool, die laten we nog even een paar minuutjes garen. Je ziet, hij is flink aan het slinken. En terwijl dit lekker doorbakt, hebben we zo meteen Charlotte. En Charlotte die weet alles over stamppot, over de geschiedenis van stamppot. Want dat is immers wat we maken. Kijk even mee. Wat is jouw lievelingsstamppot? Dat zijn de verschillende hoor. Boerenkool. Rauw andijvie. Ja, met spekjes. Zuurkool. Boerenkool. Ook al is het niet echt een stamppot. Met rookworst. Ja, dat vind ik wel lekker. Nou, je had eerst dus een ketel met dingen erin. Ketelkost noemen we dat. En dat kan je zien als een soort stamppot. Maar je mist het essentiële ingrediënt, de aardappel, nog. Dat komt in de loop van de 18e eeuw langzaam op. En de aardappel wordt dan eerst gewoon gekookt. Dat zie je ook op de aardappeleters van Van Gogh. Dan zie je ze met een vork in een aardappel prikken. Wanneer wordt er dan gestampt? We hebben daar bronnen van eind 19e eeuw. Het is ook moeilijk om daar bewijs van te vinden, omdat het iets simpels was van de eenvoudige bevolking. En die schreven zelf niet op, misschien konden ze dat niet, of ze vonden het niet de moeite waard. En de mensen die dingen opschreven, die vonden het weer niet bijzonder om iets van de lage bevolking op te schrijven. Bij Huspot denk je aan Leiden en het verhaal wil dat Leiden werd belegerd door de Spanjaarden en de bevolking had honger in Leiden. En toen waren de Spanjaarden weg en één dappere jongen ging kijken of dat echt zo was. Die sloop naar buiten en vond daar een ketel met Huspot. Nou, kan dat niet Huspot zijn geweest zoals wij hem kennen, want de aardappels waren er nog niet. En in die tijd had je wel iets dat Huspot heette of Huspot, maar dat was een recept met vlees erin en dat leek niet op onze Huspot. Maar toch vieren we al heel lang in Leiden het ontzet met Huspot zoals wij die nu kennen. Mijn lievelingsstamppot is stamdrouw andijvie, want dan heb je dat romige van de aardappel en dat frisse van de andijvie en de spekjes ertussen, die zit lekkerst. Wat een leuk verhaal toch? Is toch super leuk om te weten, iets wat we zoveel eten. Bij mij is de spitskool al redelijk gaar. Ik hoop bij jou thuis ook. Dus ik zet hem nu even uit. En we kunnen hem altijd straks weer opwarmen als het nodig is. Maar nu gaan we door naar de aardappels. Die zijn natuurlijk nu in heel koud water geschrokken. Zo noemen ze dat eigenlijk. Dan gaat dit vergiet weer terug naar de gootsteen. En wat ik ga doen,
Ik ga even laten zien hoe onwijs makkelijk deze aardappels nu uit hun schilletje komen. Ik heb die inkeping rondom gemaakt. En kijk eens wat ik doe. Hoppa, schil eraf. Dit is toch echt sneller dan aardappelschillen. En weet je wat nog het allerleukste is? Doordat je ze in de schil gekookt hebt, behoud je eigenlijk heel veel vitamine. Die verdwijnen niet in het water. Plop ze wel weer even in het hete water, zodat ze weer warm worden. En je hebt gewoon heel veel tijd bespaard. Zometeen, als ik de aardappels helemaal gepeld heb, dan ga ik dat kookvocht gedeeltelijk afgieten. En niet helemaal. Want ik ga geen melk gebruiken vandaag om stamppot te maken, ook geen boter. Ik ga namelijk het warme kookvocht van de aardappel zelf gebruiken om een smeuïge puree te maken. En ook nog straks wat ananassap toevoegen. Dus het is ook lekker mager vandaag. Nou, kijk eens eventjes. Ik ben gewoon klaar. Deze pan, die kan weg. Die gieten we straks af. Wat ik nu ga doen, ik heb natuurlijk al vergiet in de gootsteen neergezet. En ik ga de aardappels die in het warme water liggen, die nu weer lekker opgewarmd zijn, afgieten. Maar niet helemaal. Dus giet soort van bijna tot het einde. En vlak daarvoor haal je hem weer terug, zodat er nog wat kookvocht overblijft. Kijk, ik doe het nu ook. Normaal giet je hem helemaal af en stoom je ze droog. En nu laten we gewoon een klein beetje, hoppa, zoiets, dat het nog lekker een beetje vochtig is over. Dan gaan deze aardappels met het vocht en al in de gele pan. En dat hoef je thuis natuurlijk helemaal niet te doen. Maar ik doe het gewoon omdat ik dit de allercoolste pan op aarde vind. Die kleur, die vind ik zo leuk. En ik wil gewoon heel graag daarin stampen. Maar doe het thuis gerust natuurlijk gewoon in die. Kijk eens eventjes. Nou, dit is klaar om te stampen. Maar ik zei dat ik er nog wat aan toe zou voegen. En dat is natuurlijk het sap van de ananas. Die ananas die gaat alvast door de spitskool heen. Is natuurlijk lekker zoet. Vinden de kindjes straks heerlijk. En ik voeg het sap van de ananas ook nog toe aan de stamppot. Hoppatee, eventjes de spierballen trainen. En dan stamp ik dus die lekkere kruimige aardappels met het kookvocht en het sap van de ananas tot een lekkere smeuïge puree. Dat is grappig. Hè? Je hebt dus gewoon helemaal geen melk of boter nodig. Het wordt gewoon helemaal lekker smeuig. Beetje zoet. Nou, het hoeft echt niet helemaal fijn gestampt te worden. Je mag best wel een klein beetje structuur zien. Check thuis wel eventjes of je spitskool nog warm is. Nou, bij mij is hij echt nog gloeiend heet. Je ziet het, de damp komt er nog vanaf. Dus de spitskool kan nu bij de aardappel. En lekker al die sappen mee, die onder in die pan zitten. Schraap dat er lekker uit. En dan hoppa, even doorroeren. En natuurlijk ook nog op smaak brengen. En weer even een stamppot met een twist, hè. Ik weet zeker dat je deze thuis nog nooit gemaakt hebt. Kijk eens even, dus een klein beetje peper er doorheen. En ook nog wat zout. En zout, wees daar voorzichtig mee. Kijk eventjes hoeveel zout je hebt toegevoegd aan de aardappel bij het koken. En proef het desnoods eventjes. Het klinkt ook echt als stamppot. Het is altijd een soort smeuig, lekker sappig geluid, hè? Echt zo'n wintergeluid vind ik dat. Nou, lekker even een potje pakken. Dan pak ik even een grote opscheplepel. En verdeel die portie thuis natuurlijk in vieren, hè? Want jullie zijn natuurlijk met meer, of in twee als je met z'n tweeën bent. Ik maak voor mezelf een bordje op. Klein beetje van die ananas erbij. Zorg dat alle smaken op je bord liggen. En wat nou zo leuk is,
Dit gerecht ga ik ook nog op smaak brengen. En dat doe ik met sarundeng. En sarundeng, dat is een mengsel eigenlijk van allerlei specerijen en van kokosrasp en pinda's. Het wordt natuurlijk vaak in de Indische keuken gebruikt. Oh, het ruikt echt naar kokos. Meteen een soort nasi eigenlijk. Beetje peper eroverheen. Is lekker voor de pit en voor de kleur. Doe dit maar niet voor de kids, doe dit maar alleen maar voor papa en mama. Nou kijk, zo is hij bij mij geworden. Ik ben natuurlijk onwijs benieuwd hoe het bij jou thuis is gegaan. Dus deel hem even op Instagram of op Facebook en dan kan ik het namelijk terugzien.